Hoi, kikkers en welkom weer op een nieuwe vlog. Jawel, ik ben mijn schoentjes aan het doen voor gaan te werken. Mijn naam is altijd Dim de Remers. Jawel, ik ga terug met mijn eigen wagen werken. Dus mijn vader komt me niet halen. Dus, en ik kan ook nog niet de volle snelheid halen. Dus dan ga ik nu ook al wat vroeger vertrekken. Maar sowieso eerst, jawel dames en heren, een pompette met de letter D van Dimitri. De D van Dimitri. Ga ik nu nog een vraagje nemen. En dan moet ik ook trekken een antwoord opgeven en jullie mogen die dan niet gebruiken. Hè? Iets dat kleiner is dan zelf jezelf bent, D. Duimspijker, voilà. Iets roods. D. Een doorn. Dus die bloem kan toch ook rood zijn? Of heb ik het fout? Laat het hieronder in de comments weten. Nu, mijn jas aandoen en dan vertrekken. Ik heb mijn airfles ook al in mijn rugzak gestoken. Dus dat is goed. Mijn eten ligt nog in mijn notto, dat is ook nog goed, dus dan heb ik dat ook weer al bij. Mesken heb ik bij, dat is ook goed. Autosleutels goed, mijn gewone huissleutels die hangen nog op. Dan ga ik gewoon, ja, mijn computer die sluit automatisch af. Ah ja, wat ik ook nog altijd doe, is ook nog zo 's morgens. Naar iedereen, dus naar mijn beste vrienden. Dat zeg ik dus echt elke morgen. Hè. Dan open ik WhatsApp. En dan zeg ik... Goedemorgen, Beertje. Laat het een leuke dinsdag worden. Dikke knuffel van dikke knuffel van mij. Voilà. Enter. Dan dat goedemorgen Beertje wordt vervangen tot goedemorgen Maartje. Enter. En dan nog een goedemorgen, lieverd. Dikke knuffel van mij. Ik hou van jou. XXXXX. Hartje. Hartje, 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 hartje. Oh. 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 Hartje, 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 hartje. Enter. Voilà, dat is ook dus al aangekomen. Ginder. Dus 1, 2, 3. Ja, we hebben hem. En dan kan ik eens vertrekken richting mijn werk. Voilà, ça. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Mijn vlog zit perfect in de upload. Moet nog 35 minuten uploaden. Ja. Oké, wat ik dan ook nog ga doen, dat is eerst mij op de data zetten, de 4G. Mobiele gegevens aan, voilà. Daarna heb ik hier mijn autosleutel al genomen, ja. Waar hebben we die nu weer gestoken? Ah, die ligt nog op mijn bureaustoel. Voilà. Lichten uit. Oké, ik doe 9 lampen uit. Sorry. Ja, die zegt altijd ook sorry. Al dat er 1 lamp is uitgedraaid die kapot is. Rugzak mee, juist. Voilà. Daar zit mijn neerup in. Daarna gaan we richting mijn wagen toe gaan. Voilà, de gang ligt gedaan.
klasse. Ik ben wel al blij dat de vlog langer en langer en langer terug aan het tonen is. Ook kreeg hij een uur. Ja, sorry dat die vlogs soms zo zettend lang duren. Heb ik nu mijn middenlicht vergeten uit te doen? Ja, ik ben weer de middenlicht vergeten uit te doen. Shit. Even teruggaan. Ja, die staat nog niet op mijn Google. Fuck. Zelfs kom ik nog te laat op mijn werk. Dat is niet de bedoeling. Even gaan we dat doen. Allee, ik ken al een titel van mijn vlog. Dimitri vergeet het licht uit te doen op het appartement. En nu afstap naar mijn wagen. Zoals ze. Iedereen vraagt zich af, waarom gebruik je uw selfie stick niet meer? Ik kan die terug binnenkort gebruiken. En dan hebben jullie nog een grotere view qua uitkijk en al. Voilà, mijn poedeltje pinkt al op mij. Dan gaan we maar eens vertrekken. 1 pluspunt. Jullie gaan het ook direct merken. Wat er ook vernieuwd is aan mijn wagen. Amai, tot bij de adem. Even hierin steken. Hupsatregen. En dan nu gaan jullie het merken. Hè. Nu gaan jullie het merken. Binnen een paar seconden. Nog even geduld hebben. Heel eventjes geduld hebben. Want ik ben op een en ander mijn zak aan het halen. Dat het niet kan vallen tijdens mijn rit. Gordel. Altijd aandoen. Licht. Jij gaat aan even blijven. Allee. Normaal gezien ging hem altijd direct aan. Oké. Voilà. Hij is aan. Is toch wat gemaakt, maar nog niet 100%. Dus ik moet over, ik mag niet over de expressweg rijden. Ik moet over de oude banen rijden. Yippee-ki-yay. Dus dat is ook niet zo echt ontzettend leuk. Nu is toch bij mij alles uit, hè? Ja, bij mij is nu alles ook uit. Tot straks, appartementje. Ik zie u deze avond terug. Terwijl is ook dan op mijn vlog richting YouTube aan het gaan. Mijn Q&A. Met toch een kleine stukje vlog eraan gekoppeld. Daar ben ik wel blij om. Maar hier is heel veel licht. Voilà, ik ben vertrokken. Kijken naar hoeveel kilometers dat ik kan rijden, nu 200. En als ik daar op mijn weg ben aankomen, ga ik dan eens kijken hoeveel kilometers ik daar ook op kan rijden. Allee, zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo mensen, ik ben aangekomen op mijn werk. Mijn werk voor deze keer genomen. Licht staat goed. Handrem op. Gordel is uit. Top. Ik heb nog eens even gewoon mondspoeling gedaan. Top. En nu richting de werkvloer gaan. Hè. En hoeveel kilometers dat ik nog kon rijden, dat was. Dus heb eens gekeken. Van 200 naar, niet verschieten, 120. Dus daar scheelt ook nog iets aan. Dus dan moet ik dat ook nog even doorgeven. Jojojo, of anders gaat dat echt kostelijk worden. Hallo, kijk
heb gedaan met werken. Ik ben nu onderweg via de oude baan richting mijn vriendin toe. En dan naar mijn ouders eten halen. En hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe turbo. Gedaan. De eerste twee uurtjes geshowd met 20 liter bussen. Jawel, 20 liter bussen. Maar hier is in één keer heel druk. Even goed opletten, want hier zijn heel veel schoolkinderen. Voilà, ben ik ook alweer voorbij. Ja, als ze in één keer oversteken of zo. Dan moet ik wel kunnen stoppen. Nee, dus ik heb eerst dus 20 liter flessen gechowd, dus bestickerd en dan op een ander palet terug herstapeld. Samen met een collega. Dan heb ik continu de 1 liter busjes om een band eerst moeten zetten, gewoon op de band. Ja, nee, ik ga vanaf vooraan beginnen. Eerst de dozen opensnijden. Daarna op de flesjes uit de dozen halen en op de band zetten, dat die kan bestickerd worden. Daarna de dozen bestickeren. Dan de flesjes terug in de dozen steken. En daarna terug stapelen. En dan op het laatste, nog in een opdracht daarvoor, moest ik ook nog de bestickering eraf doen van de 1 liter busjes. En daarna bij de laatste opdracht, waar we vandaag dus aan die zijn klaargeraakt, want daar is ook redelijk veel werk aan, is dan de datamatrix dan ter afgeven, omdat er een nieuwe print erop moet, zodat ik de Poolse print. Die hebben een totaal andere taal, ook in het Engels. Ja. Even zijn hier weer al aan het bezig. Ja. En moe dat ik ben. Ik kan het precies bijna het week niet meer aan. Ik vind dat echt heel raar. De bus is daar, de 4. Wat vinden jullie eigenlijk ervan dat heel die busnetwerk helemaal is overhoop gegooid is geweest op 6 januari? Ik vind het eigenlijk niet kunnen.
van de oude systeem goed, waarom niet behouden als die eigenlijk goed is? Gewoon een paar aanpassingen doen op de netwerk bijvoorbeeld waar weiniger mensen komen. Ik moet al zo veel doen vandaag. En Dimitrieke, letten we op de baan. Het is nog altijd rood. Dus ik kan nog altijd stilstaan. En vroeger toen ik een fiets had, hè, kwam dat uit deze fietsenwinkel. Maar deze is nu jammer genoeg weg. En hier zit mijn dokter. Hey dokter. En ondertussen is het groen geworden, dus van mijn camera af. Ja, en vanaf 1 februari, dus ik ga ook juli waarschuwen, ook sowieso richting mei ook een waarschuwing naartoe. Alsjeblieft, leg deze ergens anders of gebruik die voor GPS. Want op 1 februari gaan ze u niet meer beboeten. Daar gaan ze nog sowieso nog doen, u beboeten. Maar ze gaan dan ook in een keer 15 dagen uw rijbewijs intrekken. Dus pas op als je met de gsm achter het stuur bezig bent. Soms kan het niet anders, ik weet het. Die reacties hoor ik nu in mijn hoofd. Ja, maar ik kan niet anders er. Want dat is ook mijn werk, mijn gsm. Ja, ik weet het, maar pas op ermee. Want ze kunnen echt waar uw rijbewijs volledig, maar ook echt volledig intrekken. En nu pas, als ik in Sint-Lambertsherk zit, wordt mijn auto pas warm. Ja, hoe zal dat komen als mijn raam wagenwijd continu open stond? Ik heb een heel veel auto's achter mij. Eerst praktisch bijna niemand meer en nu massa's auto's. Dacht dat ik iets zag. De 215 heb ik hier nog nooit gezien. Nog nooit. Ja. En nu moet ik klein stukje expressweg. En die gele notto, Ginder, die blokkeert de weg. Boerenprotester. Ik hier weer over gehoord. Scania heeft toch ook wel mooie vrachtwagens. Ziet eens hoe dat verlicht is vooraan. Wauw. Volvo ook hoor. En dat is, allee, ik weet niet wat ik merk dat is, die een Nederlander. Oh. Ik weet het niet. Maar nu ook een vraag naar mijn kijkers toe. Ik probeer mijn vlog zo wat uit te rekken, dus dat het langer duurt. Tussen de 3 kwartiers en een uur vlog probeer ik altijd nu wel af te leveren. Toch minimum een half uur. Minimum een half uur wil ik toch wel telkens keer op YouTube laten komen. En hier ben ik weer. Ik zie dat er nog een raampje bij mij open staat. En ik krijg daar niet aan. Dag dame. Ah, wel. Ik wil nog een kleine interactie doen. Dus zo gelijk, ik ga ook zo een paar keer dat ook eens vragen naar jullie toe. Dan ben ik pas opgekomen. Dus af en toe eens een vraagje stellen naar jullie toe. Bijvoorbeeld,
Wat is jullie favoriete... Zeg het. Wat is jullie favoriete... biersoort? Dus wil ik gewoon heel dicht bij Kristal Alken. Dus... soms doen hoor. Gekke toeren. Maar ja, ik ben nu bijna bij mijn vriendinneke, dus ik ga jullie nu ook laten. Want ik ga sowieso één ding iets zeggen. Eén ding over haar. Ik heb gehoord dat er weer al heel veel gestookt wordt tussen ons. Tussen ons bedoel ik. Hoe bedoel ik daarbij? Dat onze relatie daar ook wat onder leidt. Dus hou alsjeblieft daar ook mee op. Dan, ik noem momenteel nu nog geen namen. Ik noem nog geen namen. Want jullie zijn het echt heel goed bezig om mijn vriendin overal weg te houden waar ik kom. Er zijn een paar personen die daar echt heel goed mee bezig zijn. En ik kan daar godverdomme niet tegen. Nu zijn jullie leugens daar aan het vertellen naar mijn vriendin toe. Jullie. Niet ik, maar jullie. Niet iedereen, hè. Dus niet iedereen is tegen mijn vriendin bezig. Ik weet dat. Maar bepaalde personen... Dus bepaalde personen zijn er echt heel goed mee bezig. En ik kan er niet, maar ook niet echt te tegen. Zo ga ik eens echt eens drastische maatregelen nemen. Ik voel me terug goed en al. Heb ik nog admins nodig? Hoe ze nu doen? Niet. Nee. Hoe ze doen nu, niet. Maar ik ga jullie niet laten. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Even wat plaats maken dat zij dat kan gaan zetten. Tot straks. Yo, yo, yo. Zo mensen, ik ben nu terug thuis. Ik ga sowieso ook één ding iets zeggen. Waarom dat ik wel gameplays kan maken na 22 uur... Dat heeft één ding mee te maken. Ik ga daar niet mee in op. In gamen. Ik wil mij daar niet mee op. Dus dan ga ik ook mijn stem niet verheffen. Dus als ik livestreams doe. En er zitten een paar peoples mij zo wat op te jagen. Dan kan ik wel mijn stem verheffen. En dan kan ik hier wel reclamaties krijgen. Hier op mijn appartement. Waar ik woon. Dus daarmee zeg ik ook van altijd tot 22 uur en niet langer is er een livestream dat ik mij niet kan opwinden. En als ik mij echt opwind, dan ja, dan verhef ik ook mijn stem en dat is ook niet de bedoeling. Ik ben nog even mijn t-shirt in mijn blouse aan het steken. Oh, met koude handjes. Brrr. Voilà. En nu hebben jullie ook eens al eens heel vaak gezegd van... we willen toch wel eens zien hoe de eten eruit ziet wat uw mama maakt. Wel, tadaam. Dus, spinazie, appelmoes, aardappelpuree en chipilata. Er zit nu dus totaal geen gele currysaus in. Dus die gele currysaus wordt... die spinazie wordt dan vervangen door de gele currysaus op maandag. Dus maandag is het eerst gele currysaus en dan pas spinazie. Nu ga ik die even in de microgolfoven steken voor een minuutje. Voilà.
En dan ga ik eten. En ja, het is al redelijk ook al avond. Ik ga niet meer veel dingen doen vandaag. Dat is deze avond nog gewoon deze vlog, wat ik nu aan het maken ben, in elkaar steken voordat ik ga slapen. Daarna, wat ik nu nog zo'n beetje ga doen, is gewoon eten. Dan nog een paar Enzo knolletjes. En wat ga ik dan nog kijken? Van alles nog. Op YouTube, want ik moet een klein beetje nog wat bijbenen. Want ik sta wat achter qua afleveringen van bepaalde YouTubers. Waar ik ook mee opvolg. Dus ja, ik probeer altijd mijn best te doen. Om ook naar hun te kijken. Zoals ik Enzo Knol, die nu ook wintersport is. Zoals ik Acid. Ja, mijn microgolfoven is klaar. Ik kan genieten. Dus ik ga hier ook al, omhoog van dat er toch niet vandaag nog veel op het programma staat. En dan ga ik jullie ook even meenemen. Je ziet, het wordt ook al donker buiten, mensen. Het wordt ook al donker. En het is ook niet zo echt een denderend mooi weer. Amai man, ziet daar eens allemaal vogels daar op die boom. Ik weet niet als jullie het zien. Dat zijn er veel. Ik weet niet of ze gaan wegvliegen. Nee, ze blijven schoon zitten. Ze blijven echt heel schoon zitten. Maar ja. Ik ga hier ook al de vlog hier mee te staan beëindigen. Ik ga nog even naar mijn keuken toe. Dan kan ik jullie even neerzetten. Daarbij. Ik hoop niet dat jullie vallen. Oké. Okay. Niet te ver achteruit gaan, of anders er... Zet ik zelfs op het vuur, en dat is ook niet de bedoeling. Met een aftiteling. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Wacht, ik heb mijn duimpje net dus afwassen, hè. Wacht, hè. Wacht, hè. Voilà. Voilà, voilà. Oké. Okay. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het tingelingelingeling. 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 Te drukken, dus op het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En dus ik heb jullie nu duidelijk gemaakt waarom, wanneer dat de livestreams zijn, tot wanneer. En waarom dat ik nog wel gameplays maak na 10 uur, dat heeft gewoon te maken, als ik in een livestream doe, ik kan mij daarin opfokken, ik ga dan ook mijn stem verheffen, en dat probeer ik mijn eigen, sorry kijkers, dat probeer ik mijn eigen in te beschermen, dat ik hier niet word buiten gegooid. Voilà. Dankjewel om een deel uit te maken van mijn leven. En ik zie jullie allemaal morgen terug. Yo, 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 yo. Ja, ja, kijkers. Het is nu al 22:37 en ik ben nog even een Euro Truck Simulator gameplay aan het opnemen. Ik ben van Luik naar Warschau in Polen aan het rijden. Dus ja, ik ben toch al daar al grap 35 minuutjes al mee bezig. En jawel, ook via mijn livestream, hallo, ik ben nu ook, een gaming movie dus aan het opnemen en gameplay. Dus jullie zitten er dan ook weer al zo even in. Voilà, ik ga jullie laten. Ik hoop dat jullie ook van de vlog hebben genoten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe gameplay is. Of een video, of een livestream. Om vlog. Tot later allemaal. Yo, yo, yo.